Ik ga jullie in deze video alle dingen laten zien die jij gratis kan unlocken in 2023 in Fortnite. Kijk deze video helemaal af om erachter te komen wat je dus allemaal gratis kan krijgen in de game. Want ik heb het al gezegd, ik ga het allemaal jullie laten zien. Vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan om niks van mijn video's te missen natuurlijk die ik upload. En dan gaan we nu gewoon gelijk beginnen met het allereerste item. Kijk eens aan jongens en meisjes, daar zit ik weer voor jullie in de menu-snapje van Fortnite Chapter 4. En in deze video ga ik aan jullie vandaag de beste gratis items laten zien die jij kan unlocken in 2023. Want het is natuurlijk een nieuw jaar en dan gaat voor natuurlijk ook gewoon door. Maar voordat ik dat ga laten zien, dames en heren, vraag jullie even om mij nog meer te supporten door middel van naar de itemshop te gaan en even in de Fortnite itemshop mijn supporter creator code TIES in te vullen. Het is een makkelijke support. Ik weet de naam ooit TIES. Hoef je alleen maar in te vullen. Klik op accepteren en dan ben ik jou gewoon heel erg dankbaar. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen met deze video. Dus ondertussen, laat gewoon ook even een like achter. Dat zou ik heel erg nice vinden. En een duimpje omhoog zou gewaardeerd worden. Maar zoals ik al zei, zitten wij dus hier in het menu schermpje en ga ik dus aan jullie laten zien wat dus de beste gratis rewards zijn die jij in 2023 kan unlocken. Dus laten we als allereerst beginnen met natuurlijk te gaan naar de Winter Cabin van de Winterfest Presents. Want ik weet niet precies wanneer deze video online komt. Volgens mij komt deze online op dinsdag 2 januari. Dat betekent dat jij nog 1 dag de tijd hebt om al jouw cadeautjes te openen die hier staan. Zoals je kan zien, de Winterlodge bij mij is best wel donker opeens. Ik weet niet waar dat mee te maken hebt. Maar als je nou je cadeautjes nog niet opengemaakt hebt, ga dan nu als een malle naar je Fortnite main menu schermpje toe. Ga dan naar deze Winterlodge die naast Playtoe staat. En ga dan jouw cadeautje openen. Want het zijn letterlijk allemaal gratis rewards die jij anders misloopt. En voor de mensen die ze nog steeds niet weten wat je dus misloopt als je daadwerkelijk die cadeautjes niet openmaakt. Nou, laat ik het je even zien. Ik ga even naar mijn skins toe. En dan ga ik even naar mijn favorite skins. Deze skin die ik hier aan heb staan, deze kan je namelijk gratis unlocken in het Winterfest. Deze kan je gratis unlocken in de itemshop van de PC. En deze kan je ook daadwerkelijk gratis krijgen in de Winterfest. Het zijn twee, ja, dezelfde skins eigenlijk. Alleen twee verschillende varianten. Maar ze tellen wel, zoals je kan zien, als twee verschillende skins. Dus dit zijn sowieso de skins die jij gratis kan krijgen als jij je Winterfest cadeautjes openmaakt. Dus doe dat dan sowieso. En dat is niet het enige, dames en heren. Je kan ook een glider krijgen en alles. Maar, zoals jullie weten, heb ik natuurlijk ook een video gemaakt wat betrekking had tot deze Winterfest Lodge. En dat was namelijk het 15e cadeau. Namelijk, we gaan nog een gerucht, dames en heren, dat als je naar de linkerkant toe gaat van de cadeautjes en dan op de koelkast klikt hier zo, dat dus eventueel het 15e cadeautje in deze koelkast te staan komt. Dus ja, geen idee of dat daadwerkelijk echt gaat gebeuren. Je moet gewoon elke dag nog even deze koelkast checken totdat daadwerkelijk het zover is dat de Winter Lodge weggaat. Maar er wordt dus gesproken dat dus daadwerkelijk hierboven het 15e cadeau eventueel moet komen. Dus als dat daadwerkelijk zo zou zijn, is het natuurlijk mooi. Dus hou deze koelkast gewoon in de gaten. Maar dat was natuurlijk het allereerste wat ik aan jullie wilde vertellen. En daar houdt het niet bij op, dames en heren. We hebben natuurlijk ook, als we hier zo naar de quest toe gaan, allerlei andere dingen. En dan wil ik beginnen met het allereerste wat hier natuurlijk oppopt. En het zijn de Reboot Ready Quests. Oftewel Squad Up with Friends and Earn Rewards. Namelijk, zoals je kan zien, ik moet het ook nog eventjes doen. Maar alle punten die je hier ziet, als je die punten dus behaalt, kan je dus daadwerkelijk deze items krijgen. Je krijgt dus een camo, zoals je kan zien. Je krijgt een emblem. Je krijgt een glider. En je krijgt een emote. Maar er is iets met deze emote, dames en heren. Ik kan natuurlijk niet de emote laten zien omdat ik hem nog niet heb. Deze emote hebben sommige mensen al uit de itemshop weten te bemachtigen. En als je deze emote nou uit de itemshop al hebt, dan krijg je van Epic Games, als je dus deze quest gedaan hebt, 500 gratis V-Bucks. Dus let daar gewoon goed op. Je kan dus gratis V-Bucks krijgen door middel van, ja, als je deze emote natuurlijk al gehaald hebt, dan natuurlijk gewoon super nice. Dus dat is eigenlijk een bonus voor de mensen die al gekocht hebben. Maar heb je dat nou niet, dan kan je deze emotes en glider en camo natuurlijk gewoon gratis unlocken. Wat natuurlijk nice is. Dan, dames en heren, is er eigenlijk al een skin die al heel lang te unlocken valt. Die heb je misschien net al kunnen zien. Maar die staat natuurlijk ook bij mijn favorites. En dat heeft te maken met deze Chromepunk skin. Volgens mij kan je deze tot eind januari unlocken. Dat weet ik niet zeker. Maar wat je voor deze skin dus moet doen, is gewoon 50 levels behalen. En als je die 50 levels behaald hebt, dan heb je dus automatisch deze skin geunlocked. En die haal je waarschijnlijk heel makkelijk door dit seizoen gewoon te spelen. Want ik heb hem heel easy geunlocked. Dus ik zou zeggen van, heb je die nou nog niet, ga hem dan unlocken. Want als je hem dus daadwerkelijk unlockt en je dus daadwerkelijk in je locker hebt, is het gewoon een hele nice gratis skin, laten we eerlijk zijn. Maar bij deze skin hoort ook nog een pickaxe, een backbling en een glider volgens mij. Alleen ik heb de pickaxe wel en de glider niet. Dat was het. Ik heb de glider niet van deze skin. Maakt me niet heel veel uit verder. Maar het is wel gewoon een heel gratis, mooi, nice rewardje. Dan, dames en heren, heb ik iets. Ik hoop dat hij nog in de itemshop staat. Dat heeft te maken met de Mr. Beast pack. Ja, kijk eens aan. Zoals je kan zien heb ik natuurlijk beide Mr. Beast bundels gekocht. Alleen er was dus iets met deze bundel aan de hand. Want Epic Games heeft voor deze bundel veel te veel geld gerekend. Want deze glider die je dus kon kopen, zoals je kan zien, de Wrapped and Raft, die was dus veel te duur. Dus wat Epic Games heeft gedaan is, ze hebben een foutje gemaakt
door dit in de itemshop te brengen. En ja, ik heb hem dus gekocht. Alleen ik heb hem dus gekocht voor 3500 V-Bucks. Dus zoals je kan zien is de prijs nu aangepast naar 3100 V-Bucks. Dus Epic Games heeft mij heel mooi 500 of 400 V-Bucks teruggegeven. Dus zoals je kan zien heb ik rechtsbovenaan 4420 V-Bucks weer. Dus daar ben ik zelf heel blij mee. Maar Epic Games heeft dat dus aangepast. Dus check eventjes, dames en heren, als je deze bundel gekocht hebt, of je dan je V-Bucks gekregen hebt. Want anders heb jij dus de bundel voor de goede prijs gekocht. En als je nou ziet van hé, ik heb 400 V-Bucks gekregen, maar ik weet niet waar die vandaan komen. Dat heeft dus te maken met deze glider. Dus dan weten jullie dat. Dat is sowieso nice van Epic Games. Dus dankjewel Epic Games dat jullie dat gedaan hebben. Maar, dames en heren, daar houdt het natuurlijk nog steeds niet bij op. Want we hebben hier natuurlijk, als je naar onder gaat, allemaal van die speciale offers en bundels die je kan kopen. En ik heb er laatst ook eentje gekocht. En dan moet ik ook weer voor naar Play en dan naar Quest. Want dat heeft namelijk te maken, moet ik eventjes kijken, als ik naar mijn quest toe mag, naar de Jelly quest. Deze zijn het, de Lumi Jelly. Namelijk, de Lumi Jelly is een skin die je krijgt met een pickaxe backbling, volgens mij, als ik het goed zeg. Ja, een backbling. Alleen, er werd geadverteerd dat deze skin pack 1000 V-Bucks zou geven. Want zoals je kan zien, als je dus die stage complete, krijg je dus V-Bucks. Maar, er was dus iets, ze hebben gezegd dat je 1000 V-Bucks zou krijgen. Maar als je daadwerkelijk alle challenges doet, dan krijg je dus in totaal 1500 V-Bucks. Oftewel, je krijgt dus 500 V-Bucks gewoon gratis van Epic Games, omdat ze een klein foutje gemaakt hebben. Dus als je nou nog niet die pack gekocht hebt in de itemshop, kan je het proberen. Ik weet niet of het nu aangepast is, want ik kan het nu niet meer zien. Maar als je hem nou hier nog ziet staan, check dan eventjes of er staat of je 1000 of 1500 V-Bucks erbij kan verdienen. Want je krijgt dus daadwerkelijk ziek veel terug voor maar €7,99 of €6,99 is het. En dat vind ik zelf heel nice. Want zoals je kan zien, dit is die skin. Ik kan hem wel even aan jullie laten zien in mijn locker natuurlijk. Dan moet hij bij recent staan. Dit is die skin. Ik vind hem er zelf, moet ik er wel een goede aanklikken. Ik vind hem er zelf best wel hard uitzien, dan vind ik het zelf. Dit is hem, kijk eens aan. De Lumi Jelly. Ik equip hem gewoon eventjes. En ja, je krijgt dus meer V-Bucks dan toegestaan is. Maar, dames en heren, ik heb nu een aantal dingen aan jullie laten zien die je dus gratis kan unlocken dit seizoen. Eerlijk is eerlijk, dat is best wel nice. Maar ik heb nog een klein leuk verrassingje voor jullie, die jullie denk ik wel heel erg leuk gaan vinden. En dat heeft te maken met de Fortnite itemshop, dames en heren. Want, ja, zoals jullie weten, ik doe best wel vaak een giveaway. En ik moet ook even aan jullie zeggen dat jullie in deze decembermaand echt hele lijpe support hebben gepoeld op de supporter creator code Ties. Dus wat ik wil doen is, er wel twee mensen die deze video kijken, twee mensen wil ik iets giften uit de itemshop naar keuze. Dus wil je nou iets vet uit de itemshop? Het enige wat je dan hoeft te doen, er zijn een aantal stappen, dames en heren. Is stap 1, mijn supporter creator code Ties gebruiken. Zoals ik al zei, het is de makkelijkste code die je moet gebruiken. T-I-E-S, vul die in, accepteer die eventjes, zou ik nice vinden. Dat is stap 1. Stap 2 is, abonneer even hieronder op mijn kanaal met dat belletje aan, zodat je niks van de video's mist. Daar ben ik je ook gewoon heel dankbaar bij. Stap nummer 3 is even een like achterlaten op deze video. Dus laat gewoon even een duimpje omhoog achter. En wat je dan eventjes kan doen is naar de reacties gaan. En dan eventjes jouw Epic Games naar commenten. Want dan kan ik jou gewoon toevoegen. En dan kan ik jou na 48 uur iets giften wat jij uit de itemshop wil hebben. Dus vind je dat nou een leuk idee? Dan moet je dat sowieso eventjes doen. Join dan ook even mijn Discord. Mijn Discord staat in de beschrijving. Daar kan je met mij chatten, met kijkers chatten. Daar kan je allerlei leuke dingen doen. Dus kom gezellig een kijkje nemen in mijn Discord. Staat beneden in de beschrijving. En dan heb ik jullie aan deze video alles uitgelegd wat jij moet weten, zodat je in 2023 de maximale gratis dingen kan unlocken. Dus voor nu, bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan checken jullie morgen gewoon weer bij een gloednieuwe video. Dus tot dan, jongens en meisjes. En voor nu zeg ik, later.